Ho, ho, ho en vrolijk kerstfeest. Welkom bij IBA Actueel. Hierin zie je hoe het gaat met IBA Parkstad. Het meerjarenproject wat Parkstad een geweldige impuls geeft. Straks gaan we naar Brightlands, waar 180 enthousiaste scholieren meededen in een heuse hackathon. Heeft niks te maken met hacken, nee, een echte brainstorm sessie. Maar eerst hier vanuit Hartje Heerlen, wintertijd. Ik heb een afspraak met directeur van IBA, Mathea Severijns. Ze zit in de IBA-bus en we maken samen de balans op. We hebben natuurlijk weer stevig gewerkt door projecten weer een stap verder te brengen. Ja. Als stimulans in de ontwikkeling richting de expo, want die is volgend jaar. Dus aan de ene kant zijn we nu heel hard projecten verder aan het brengen, in afronding, sommigen nog aan het opstarten. En volgend jaar willen we alles laten zien. Dus geweldig. Dat is het moment waar we nu zitten. We zitten nu op wintertijd, we zitten met kerstperiode. Welke kerstgerelateerde projecten zijn er nu? In de IBA-bus houden we de Royal Sessies. Ja. Daarmee geven we ook een ondersteuning aan de filmkwaliteiten die hier in deze regio zijn. En kun je hier een voorstelling gaan bekijken. Maar de Royal op zichzelf is natuurlijk een belangrijk gebouw. Niet alleen een gebouw, maar een functie van vroeger uit. Historisch, ja. Cultureel. En samen met de gemeente Heerlen en alle stichtingen et cetera, die daarin zitten, gaan wij de Royal samen met de Maxime en de Rivoli herstructureren. We zijn nu daar in de startblokken voor bezig. In 2020 wordt daarvoor een heel belangrijk jaar. De ZLSM, dat zijn de stoomtreinen, de Miljoenenlijn in het Simpelveld. Het is ook een IBA-project. Het is een fantastisch project waar we de Stationstraat en het spooremplacement opnieuw gaan inrichten voor toerisme, recreatie, waar de fietsroutes samenkomen. Maar nu, op dit moment, een kerstfeer. We hebben natuurlijk ook Kerk Lichtenberg. Dat is het cultuurhuis in Landgraaf geworden. Ja. We hebben 100, nog meer vrijwilligers in een jaar bijna die kerk verbouwd. En dat is nu een prachtig concertgebouw bijna geworden als kerk. De Smart Campus van Brightlands was het toneel van een hackathon. Een grote brainstorm sessie. Een initiatief van IBA Parkstad en Brightlands. IBA bedacht een eigen opdracht over het Romeins kwartier. Vanochtend hebben we twee workshops gegeven. Eén om het Thermenmuseum, om de kids van de regio te laten zien hoe bijzonder het Romeinse verleden van Heerlen is. Maar ook hoeveel er nog moet gebeuren om dat verleden ook echt zichtbaar te maken, aantrekkelijk voor mensen. En die opdracht is dus om daar goede oplossingen voor te verzinnen. Want dat badhuis, Romeinse badhuis, is prachtig, maar ligt helemaal ingepakt in een gebouw. Op straat zie je niks meer terug van het Romeinse verleden. Dat is eeuwig zonde. En ik denk dat kinderen juist daar hele goede oplossingen voor kunnen bedenken. Ik heb dus een steen gemaakt met daarop tekens, Romeinse tekens en een tekst dat vroeger in Heerlen dus een Romeinse stad was. Daar kunnen ook hologrammen en zo van vroegere mensen die daar dan liepen of zo. En dan zag je hoe hun daar liepen en hoe hun allemaal deden. En dan weet je ook wel hoe het vroeger ging. Ja, IBA betekent internationale bouwuitstelling, dus het gaat heel veel over bouwen en projecten. Maar wat net zo belangrijk is om ervoor te zorgen dat de mensen in onze regio, van jong tot oud, ook gaan nadenken over wat willen we nou eigenlijk hier en hoe willen we dit veranderen. Dat we ze inspireren om veel meer bezig te zijn met de toekomst van Parkstad. En ik denk dat dit soort gelegenheden, waar gewoon 180 kinderen nadenken over erfgoed en hoe je erfgoed beleefbaar maakt, dat dat een perfecte gelegenheid is om als IBA aanwezig te zijn en mee te doen. Ja, Brightlands is toch wat ons betreft een van de innovatieve hubs, zal ik maar zeggen, in de regio. Hier gebeuren gewoon hele originele, vette dingen, om het zo maar te zeggen. En als IBA iets is, is het ook experimenteel, innovatief, nieuwe dingen uitproberen. Ja, dan ben je heel snel partner van elkaar. Brightlands doet dit om twee redenen. Eén is om nieuwe ideeën te genereren. En het tweede waarom we dat doen is om de kinderen nieuwe competenties en vaardigheden aan te leren. Pitchen, op een leuke manier met elkaar samenwerken. Hartstikke gaaf. De samenwerking met IBA is gericht op het leren buiten de school en op de regio. Deze kinderen gaan we later terugzien, want dit zijn de talenten die hier in de regio blijven. En van Limburg een hele mooie, welvarende regio gaan maken. Ik ben hartstikke trots op de kinderen.
zover IBA Actueel. Wil je nu meer weten over IBA Parkstad of alle meerjarenprojecten? Kijk dan op onderstaande website. In januari zijn we weer bij jullie terug. Tot die tijd wensen we hele fijne kerstdagen en een geweldig expojaar 2020.